Ja, wat is het grote nieuws waarmee we beginnen? De actualiteiten. En die hebben te maken met de persconferentie welke er gisteren is belegd door de regering. Aan het hoofd zijn excellentie president Chandrika Prasad Santokhi. En daarnaast ook nog zijn excellentie Ronnie Brunswijk, vicepresident van de Suriname. En we hebben dus dan ook nog de ministers van Volksgezondheid en van Justitie en Politie. En het gaat erom dat er voor het eerst een total lockdown zal worden is afgekondigd. En niet voor een lange periode, maar wel voor het aanstaande weekend. Vrijdag en zaterdag is er een total lockdown en die begint dus vanaf 8 uur 's avonds. Onze president Chandrika Prasad Santokhi heeft het fijne ervan uitgelegd gisteren tijdens een persconferentie. En we gaan terug naar dat moment. 1. We gaan beginnen met een total lockdown voor een periode van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus 2020 in heel Suriname van 20 uur tot 5 uur. Ja. Dus nogmaals, het is een totale lockdown vanaf vrijdag 21 augustus, vanaf de intrede van de avondklok van 8 uur. Tot en met hele dag van zaterdag, hele dag van zaterdag, tot en met zondag van 5 uur in de ochtend. Is het een totale lockdown. Dat wil zeggen, niemand mag zich op de weg begeven. Imtana oso. Je moet thuis blijven. We moeten de samenleving beschermen. De situatie is te ernstig. Mijn mensen. En de opdracht is ook gegeven aan de onderraad armoedebeheersing van de Raad van Ministers, die ook toegevoegd wordt aan het COVID-team, om maatregelen te treffen naar de samenleving toe, om daar waar er ingegrepen zal moeten worden, ook in te grijpen naar kwetsbare groepen toe, naar personen die het nodig hebben. Mijn mensen, de opdracht is zo gegeven om bij Volksgezondheid ook een unit te hebben voor geestelijk welzijn en begeleiding. Als burgers dat nodig mochten hebben, of families, gezinnen dat nodig mochten hebben, dat die unit ook beschikbaar is. Een zeer vrij ernstige zaak, de COVID-19-situatie in ons land. We merken dus dat er nu al over de 50 doden zijn te betreuren in Suriname. We hebben ook meer dan 3000 besmettingsgevallen. En ja, elke dag weer komen er dus 100 tot 150 erbij. En dat is geen goede zaak. Likva president Chandrika Prasad Santokhi Chari Konafisi. En daar ook de UNO ETICA mogelijkheid voor Broke Brokenjunu, Morof in Chimoni. Taki Frida Nitisaikong, dan a lockdown ode. Dan hij commit Frida in Omagwa Strati, dus Frida Niti. Satra Manting in Omagwa Strati, Satra Bakana in Omagwa Strati, Satra Niti ook toe, Nanga Sonde Musde Manting, te commit Fefiuru Manting, dan in Omagwa Strati. En dat is dus voor een korte periode deze total lockdown. Want eigenlijk, ja, likva un president Takidang, lek unulek Libi Makandra, do poring, en unoporing Chinzo, want. Likva uitziet zijn rapportage voor de autoriteiten voor volksgezondheid. Dan, ja, Ipisma, de Denonokba, Mortuarium Spang. Ook de Trasanileki, social distancing, vijf Isma na Makandra. Wel, we horen ons even naar de regel dat hij, en dat Miki Granlanti taki van no. Doteki de maatregelen aan de van Odo G. Aborgu, zodat hij COVID-19. No, chisa okasi fu ya tang kiris magodoro in sernang a eigen verantwoordelijkheid uno teking na ati ma en dat miki a total lockdown ne kong a weekend disi. Onze president heeft zich
goed te laten informeren over de situatie in het land als het gaat om COVID-19. Een werkbezoek heeft hij gebracht eergisteren en gisteren aan het ministerie van Volksgezondheid. En hij heeft dus ook de nodige rapportage ontvangen. We gaan terug naar president Chandrika Prasad Santokhi. We hadden beleid ontwikkeld met een zware nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving, de eigen verantwoordelijkheid van de burger, de sociale controle vanuit de samenleving en meer gemeenschapszin, meer bewustwording. Echter hebben we gezien dat niet alle delen van de samenleving zich hieraan hebben gehouden. En zelf delen van de samenleving gewoon doorgaan. Met het feesten, met parties, met risico, sociale contacten, met ook het risico van die verspreiding van het COVID-virus. De politie heeft haar maatregelen aangescherpt, maar dan nog zien we dat men zich niet houdt aan de maatregelen. En daarom zijn we vandaag in de Raad van Ministers bijeengekomen om over de maatregelen te praten die we gaan aanscherpen als regering. Want de situatie wat ik gepresenteerd gekregen heb, gisteren en vandaag, met mij de hele Raad van Ministers, is namelijk dat alle mortuariums vol beginnen te raken. De koelfaciliteiten hebben nu al moeite alle lichamen op te vangen, waardoor we nu maatregelen moeten treffen in samenwerking met de procureur-generaal om bepaalde zaken zodanig snel af te handelen, conform wet en recht en procedures, dat er meer ruimte ontstaat, maar ook aanpassing van het beleid met betrekking tot het vasthouden van de lichamen in de koelcellen, dat dat ook onderhevig zal zijn aan bepaalde protocolaire regels en beperkingen en dat men direct richting de uitvaart kan gaan. Delen van de persconferentie dus van de regering, de regeringsleider, de heer Chandrika Prasad Santokhi, onze staatshoofd, die heeft dus gisteren gesproken en gedurende de dag vandaag zult u dus meer krijgen van delen krijgen van deze persconferentie. En ook in ons journaal vanavond om 8 uur komen we dan hierop nader terug. Er bestaat behoefte aan meer voorlichting, die zal er dus ook komen. Dat heeft minister Amar Ramadan ook kenbaar gemaakt tijdens de dinsdag gehouden persconferentie, waarbij hij dus toen aanzat als het hoofd van het Outbreak Management Team. De ziekenhuizen zitten vol en wij moeten toch meer bedden vrijmaken, ruimte vrijmaken binnen de ziekenhuizen om toch de COVID-situatie te kunnen containen. Nu al is bekend dat er veldbedden moeten worden geplaatst, nog meer veldbedden moeten worden geplaatst bij het Wanika-streek ziekenhuis. Daarnaast is ook Bosbivak in beeld gebracht om als quarantaine-unit om mensen op te vangen. Men schat in van nou zeker een 200 personen kunnen daar worden opgevangen als quarantaine-unit. De situatie is alarmerend en de aangekondigde total lockdown voor het komend weekend, die moeten we dus strikt gaan naleven. En laten we dus luisteren naar onze autoriteiten. En wereldwijd greep dat om zich heen. Veelal hadden we gedacht van nou, we gaan naar normalisatie, een nieuwe normaal. En het was dus ook al aangekondigd door de president, toen nog niet gekozen als president. Maar men had aangegeven van nou, we kunnen toch wel gaan naar een nieuwe normale. Maar dan moeten we wel ons wel gaan houden aan de voorschriften. Het houden van 2 meter afstand, 1,5 tot 2 meter afstand. Neuskap op wanneer je dus heel dichtbij komt bij de bij mensen met wie je praat. En ook wanneer je in het openbaar bent nu,
moet je dus verplicht je mondkap op hebben. En je moet constant je handen wassen. Dat zijn dus die drie basisregels. En dan komen dus die andere protocollen ook nog bij kijken. Vooral op de werkvloer of waar je zich ook mogen bevinden. Want vooral wanneer je in contact komt met anderen. Deze uitzending hebben we dus ook nog een aantal videoclips die te maken hebben met COVID. En ook onze eigen artiesten die hebben daar heel veel aandacht aan besteed.